Fans kijken reikhalzend uit naar een mogelijke hereniging van het hilarische duo Geer en Goor, nu Gordy in een podcast heeft verklaard dat hij Gerard mist, zo meldt het tijdschrift Party. Wat zijn de kansen op een comeback van dit duo? In mijn hart draag ik geen haat. Ik ben iemand die nooit haat zal koesteren. Je hoeft ook niet je hele leven boos te blijven, aldus Gordy in de podcast Doorzetters. De twee hebben lange tijd in onmin met elkaar geleefd vanwege wederzijdse beschuldigingen. Enkele jaren geleden gaf Gerard al aan dat hun vriendschap gewoon te leuk is om te laten gaan, maar Gordy dacht daar destijds anders over. Nu lijkt hij echter dezelfde mening te delen. Misschien realiseert hij zich na het falen van verschillende televisieprogramma's zonder Geer dat hij zijn vriend nodig heeft om een nieuw tv-contract te kunnen bemachtigen en weer hoge kijkcijfers te behalen. Op 1 december loopt zijn contract bij SBS 6 af en zal hij geen inkomsten meer uit tv hebben. Ook insiders uit de media denken dat de samenwerking met Gerard de enige optie is voor deze televisiepersoonlijkheid. Gordy moet bidden voor een tv-verzoening met Gerard Joling, want alleen samen creëren ze unieke televisie, aldus columnist Özkan Akyol.